Rob Overvliet, debutant bij Rijnbergse Boys. Nou, de eerste thuiswedstrijd direct een basisplaats. Voor jou een verrassing? Nee. Nee, nou ja, ik ben hier wel gekomen om zoveel mogelijk te gaan spelen. En ja, ik weet wat ik kan. En ik heb denk ik een goede voorbereiding gedraaid afgelopen weken. En ja, dat resulteert wel in een plek vandaag om te spelen. En daar was ik heel blij mee. En ja, verrassing, ja, ik moet altijd uitgaan van je eigen kwaliteiten. En ja, ik zou altijd zeggen dat ik moet spelen, in dit geval. Ja, nou ja, wanneer we kijken naar de voorbereiding, 7 wedstrijden en 6 keer in die basis starten. Dus het zat er al aan te komen. Ja, en dan debuteer je thuis op Middelmors met geen enkele tegentreffer. Dat is ook een pluspunt, maar ja, helaas, je wint niet. Nee, nou inderdaad, je zegt het goed. Ik denk dat het als verdediger altijd wel lekker is om geen tegendoelpunten te krijgen. Daar sta je voor in het veld. Al moet ik zeggen dat we vandaag natuurlijk wel wat kansen hebben weggegeven. Wat een zuivere doelpunt had kunnen worden. Zelf wel wat kansjes gehad. Ja, het is gewoon een moeilijk potje vandaag. Ik denk ook dat je hebt gezien dat er niet heel veel gebeurde. Maar ook niet een tegenstander die vandaag was gekomen om 3 punten te gaan halen. Dat idee had ik althans niet. De kansen konden met name komen uit de vrije trappen en de corners. 11 vandaag. Ja, en met alle vrije trappen en corners ga jij mee naar voren. De laatste corner zelfs een bijna schotkans van jou. Een paar kopballetjes van jou. Je hebt het wel in je om wellicht een goaltje mee te pikken tijdens zo'n standaard situatie. Ja, nou ja, bij Te Leden natuurlijk al een keertje gescoord. En ik moet zeggen, de corners worden ook wel goed genomen. Er zit ook wel een bepaald idee achter. En vandaag was het net niet. Maar ja, als ik het niet doe, had bijvoorbeeld een Dennis hem vandaag misschien kunnen scoren met een kopbal. Meestal ga ik wel mee met corners. Ik score hier en daar wel eens een goaltje. Dus ja, vandaag zat het er helaas niet in. Je speelde bijna foutloos. Ik zeg bijna, want 2-3 minuten in de tweede helft ging ik even fout, hè, met jou. Ja, ik neem aan dat je doelt op de bal op mijn knie. Die dat was een vrij harde voorzet. En het veld was ook behoorlijk glad. Ik denk ook omdat het gesproeid was in de rust. En toen gleed de bal een soort van door naar de zijkant. En daar stond volgens mij Immers van hun. En die hem voor kon leggen. Dat soort dingen moeten er wel uit. Zeker ook naar rust. Maar ook zeker op mijn positie. Ja, het idee is om min mogelijk fouten te maken. En dit soort foutjes die worden nu niet afgestraft gelukkig. Maar die moeten er wel uit. Ja, je wist, het zou vandaag moeilijk worden wanneer we naar de statistieken kijken. Het is alweer 9 jaar geleden dat Rijnbergse Boys van thuis van Scheveningen heeft geworden. Dat wil je winnen, dan wordt dat minimaal 10 jaar. Wat anders, een andere moeilijke club is Noordwijk. Daar heeft Rijnbergse Boys ook al 11 jaar thuis niet meer van gewonnen. Die traditie kunnen we nog verbreken. Die input kunnen we waarschijnlijk van jou krijgen, hoe we dat moeten doen. Nou, ik heb wel een idee. Ik weet natuurlijk wel hoe Noordwijk speelt. En ook met de trainer, tactiek, spelers ken ik goed. Dus ja, ik heb wel een idee hoe we dat kunnen bestrijden. Ik denk dat Noordwijk, Rijnsburg, dat zijn altijd wel, ook vanuit Noordwijk zijn, was altijd een leuk potje om te spelen. En nu natuurlijk ook tegen mijn oude club. Dat is natuurlijk volgens mij wedstrijd 16 of 17 pas dat we tegen elkaar spelen. Dus we hebben nog een flinke aanloop om ons goed voor te bereiden. Ik kan begrijpen, na zoveel jaren in Noordwijk, dat je echt moet wennen bij Rijnsburgse Boys. Zit je nog in dat proces of kan je zeggen, joh, ik voel me al helemaal thuis hier? Ik moet zeggen, de eerste 2 weken was dat heel erg. Sowieso heel veel nieuwe spelers natuurlijk. Nieuwe trainer, nieuwe trainingswijzes, nieuwe tactieken. Je moet gewoon heel erg wennen, ook aan de mensen. Ik moet zeggen dat ik goed ben opgevangen. En de weken daarna vordert, scheelt het ook wel dat je elke week gewoon lekker speelt. Kan je ook laten zien wat je kan. En het wordt natuurlijk steeds leuker. Merk ik ook nu wel met de jongens. We gaan nu voor het Echi spelen. En ik moet ook wel zeggen, ik ben goed opgevangen ook door de mensen rondom de club. En ik heb het naar mijn zin, maar het is ook wel voor mij een extra nieuwe prikkel geweest. Waar ik ook wel echt aan toe was na een lange periode bij eenzelfde club. En ik merk ook wel nu dat het goed voor me is om weer even wat anders te hebben als het ware. Ja, en dan nu nog alleen de overwinningen pakken, hè? Ja, ik ben wel met het idee gekomen om hier kampioen te worden. En ik weet niet of ik dat al uitgesproken heb, maar ik vind wel een club als Rijnsburg, waar ik altijd mooie potjes tegen heb gespeeld en nu met ga spelen. Ja, vind je ook dat je dingen moet uitspreken. En als je ziet naar het complex, de selectie, maar ook de grootte van de club, denk ik dat je
ook voor een bepaald doel moet gaan. En voor mij is dat, zeker ook nu in de laatste fase van mijn carrière, is dat kampioen worden. Dat is vandaag helaas nog niet gelukt met een overwinning. Maar ik denk wel dat het doel moet zijn. Vorig jaar volgens mij 4e of 5e geworden hier. 4e. Ja, kijk, dat zijn niet de posities waar je echt om wil spelen. Ik denk als je elk jaar 4e wordt, dan heb je eigenlijk elk jaar een soort van niks. Volgens mij heb je alleen maar Rijnsburgse vrienden gemaakt vandaag met deze uitspraak. Ja, nou ja, goed. Volgens mij is het heel lang geleden dat ze kampioen zijn geworden. Of gepromoveerd volgens mij, voor het laatst. En ik denk dat ook als jij daarin gelooft, maar er moeten meerdere mensen in geloven, ook binnen de selectie en ook binnen de staf. Ja, denk ik dat je daar ook gewoon voor moet gaan. En we hebben goede selectie. Vandaag kwam het er niet helemaal uit, vond ik. Maar ik denk wel dat we ergens wel toe in staat kunnen zijn.